Welkom allemaal. Vandaag de volgende les. We gaan het vandaag hebben over het surrealisme. Het surrealisme loopt vanaf pakweg 1924. Er staat geen eindtijd bij, wat je vaker wel ziet bij de stromingen die we bespreken. Het heeft ook te maken met het feit dat het surrealisme eigenlijk vandaag de dag nog steeds voorkomt in het werk van hedendaagse kunstenaars. Het surrealisme begint met de dichter André Breton. Die schrijft het Surrealistisch Manifest nadat hij in contact is gekomen met Sigmund Freud, de psychoanalyticus. Die deed allerlei onderzoek op zenuwzieke patiënten. En daarbij vond hij het belangrijk dat die patiënten hun gedachten en dromen de vrije loop lieten in hun behandeling. En Breton zag daar heel erg veel kansen in voor de kunstwereld. Je ziet ook dat een heleboel kunstenaars zich onder hypnose laten brengen, zich in een halve slaaptoestand laten brengen om hun dromen de vrije loop te laten en die om te kunnen zetten in kunstwerken. Daar kwam zelfs bij dat ze zich ook ten goede deden aan overmatig alcoholgebruik en drugs om zo in een andere wereld terecht te komen. Ja, dat surrealistisch manifest wordt dus geschreven door Breton en surrealisme betekent eigenlijk boven de werkelijkheid. En surrealisme staat dus tegenover realisme. En realisme is de realiteit. Surrealisme, daar gaan we heel veel dromen en fantasiebeelden zien. Realisme is de werkelijkheid. Surrealisme is de onwerkelijkheid. Of het onwerkelijke. En waar de realiteit en het realisme alles vanuit een bewustzijn doet, daar proberen de surrealisten het onderbewustzijn aan te halen om tot hun kunst te komen. Het is ook niet zo gek dat als je naar het surrealisme kijkt, dat je daar dingetjes in ziet van het dadaïsme. De groep Dada wordt opgeheven en een heleboel van die kunstenaars sluiten zich daarna aan bij de groep surrealisten. En je ziet in het surrealisme dan ook heel veel absurde en onwerkelijke beelden die je, ja, iets wat je een kenmerk kunt noemen ook van het dadaïsme. Kijk maar eens naar de volgende beelden. Een heel bekend schilderij van Salvador Dalí. Heel kenmerkend aan het werk van Dalí zijn altijd de verlaten landschappen. Maar kijk ook hier naar de smeltende klokken. Het deel van het gezicht wat je in het landschap ziet liggen. En een ander schilderij van Dalí heet zelfs De Droom uit 1937. Een soort of een gezicht wat hangt als een doek op stelten. Ook hier zie je weer dat desolate landschap. En je ziet ook de slagschaduwen die van de stelten afkomen. Achterin het landschap een of ander gebouwtje. Doet echt aan als een droomwereld die Dalí creëert. Nou, Magritte, een hele bekende surrealistische Belgische schilder. Daar zie je hier een werk van, De Menselijke Toestand. Magritte die speelt hier eigenlijk met ons vermogen om iets goed te kunnen zien. En hij speelt ook met vervreemding. En daar komen we straks bij de kenmerken van het surrealisme nog een keer op terug. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je hier dat er een schildersezel voor een raam staat. En hij schildert, of degene die het geschilderd heeft, heeft het landschap geschilderd wat hij door dat raam heen ziet. Maar hij doet iets met het perspectief, want dat klopt niet helemaal. Het perspectief lijkt compleet weg te zijn, want het schilderij loopt precies over in het achterliggende landschap. Iets wat in de werkelijkheid natuurlijk niet zou kunnen. Maar zo nemen wij het wel waar. Dat doet hij hier ook nog een keer. Hij speelt ook met hoe wij denken en waarmee wij zaken associëren. Hij schildert iemand die een ei na probeert te schilderen, maar hij schildert niet het ei na, hij schildert wat er uit dat ei kan komen, een vogel. Het surrealisme speelt dus ook altijd met ons onderbewustzijn. En Jean Miró, daar zie je hier een heel bekend schilderij van, het Carnaval van de Harlekijn uit 1924. Is tot stand gekomen door dat hij iets doet wat wij vaak ook doen als we in een saaie les of in een saaie vergadering zitten. En dat noemt men dan automatisch tekenen of automatisch schrijven. Écriture automatique, ook wel genoemd.
En dan ga je vanuit je onderbewustzijn allerlei krabbels op papier zetten. En uiteindelijk vormt dat kleine tekeningetjes. En dat doet Miro hier in een schilderij. Al die figuurtjes die je ziet zijn eigenlijk tot stand gekomen doordat hij zijn gedachten de vrije loop laat gaan over het doek. En er allerlei bijna abstracte figuurtjes uiteindelijk tevoorschijn komen op het doek. Ook in de beeldhouwkunst zijn de surrealisten actief. En ook hier zie je, als je kijkt naar de beelden, iets wat je bij de Dadaïsten ook gezien hebt. De ready-mades. Want kijk maar eens naar bijvoorbeeld het werk van Merritt Oppenheim. Je ziet een bierpul waaraan de staart van een eekhoorn is vastgemaakt. En daarnaast zie je op een zilveren schaal twee naaldhakken die bij elkaar gebonden zijn alsof het een soort kip was, want er zijn ook die witte hoedjes op de poten gezet. Bestaande voorwerpen die gebruikt worden voor de kunst. Er wordt nog wel iets mee gedaan in dit geval. Ja, er wordt een assemblage van gemaakt, maar het doet wel heel erg denken aan de readymades uit het Dadaïsme. En helemaal links zie je de Venus van Milo met Lades. Dus Dalí doet daar nog wel iets mee. Hij geeft een heel bekend icoon van de kunstgeschiedenis laadjes en doet daarop handvatjes van pluche. Nou, een andere bekende surrealistische beeldhouwer is Alberto Giacometti, die je vooral kent van de langgerekte figuren die je hier voor je ziet, Lopende Man uit 1960. Maar Giacometti heeft ook een hele tijd gewerkt bij de surrealistische groep kunstenaars. Want hier zie je een werk van hem, wat heet, of een schilderij, een beeld van hem, dat heet Vrouw met doorgesneden keel uit 1932. En op het eerste gezicht herken je misschien de vrouw niet, maar ik ga haar proberen zo goed mogelijk duidelijk te maken. Je ziet hier haar hoofd. Dan zie je hier haar borstpartij, waarbij één arm over haar borst heen hangt. Hier haar buik, of romp. En hier vervolgens één van haar benen. En de doorgesneden keel, als je heel goed kijkt, dan zie je hier bij het pijltje dat de nek, of de keel in dit geval, een inkeping heeft. Nou, de kenmerken van het surrealisme even op een rijtje. Het surrealisme houdt zich vooral dus bezig met de droomwereld, visioenen en het onderbewustzijn. Dat zijn hun grote inspiratiebronnen. Dalí zie je hier weer, de verzoeking van de heilige Antonius. Je ziet paarden en olifanten op allerlei stelten. Je ziet allerlei bouwwerken bovenop die olifanten staan. Er wordt een hele onwerkelijke wereld gecreëerd, een droomwereld. Maar er wordt ook gespeeld met ons onderbewustzijn en wat wij als waar kennen of voor waar aannemen. Je ziet hier een schilderij van René Magritte, dat heet Het Verraad van de Voorstelling, maar kennen we vooral door de tekst die daaronder staat. Ceci n'est pas une pipe. Dit is geen pijp. Nee, dit is inderdaad geen pijp. Wij zien wel een pijp op zijn afbeelding, maar dit is geen echte pijp, zegt hij. Dit is een afbeelding van een pijp. Dus hiermee speelt hij heel erg met wat wij voor waar aannemen en wat voor ons de werkelijkheid is. Vervreemding speelt ook een grote rol in de onderwerpen. Komen we weer bij Magritte. Hier zie je het rode model nummer 3 uit 1937. En vervreemding is, wij zien iets en wij zien ook wat het is, maar we zien ook dat er iets niet helemaal klopt. Hier zien we voeten. Alleen die bovenkanten van die voeten, dat zijn schoenen geworden. Schoenen met veters waar je ook echt je voeten in kunt stoppen. Dus we associëren voeten met schoenen. Maar vervolgens is de hele betekenis compleet anders gemaakt. De werken vertonen vaak een absurd en onwerkelijk karakter. Nou, daar zie je hier een heel mooi voorbeeld van René Magritte opnieuw. Je ziet allerlei, dat is zijn overbekende, de man in regenjas, die zie je heel vaak terugkomen in schilderijen van Magritte, die met tientallen door de lucht heen zweven. Nou, wij weten dus dat dit niet kan, maar door de hele realistische voorstelling ja, ga je dat ook bijna aan twijfelen. Schilderijen van het surrealisme zijn altijd heel erg realistisch geschilderd. Het onderwerp of de voorstelling is heel onwerkelijk, of is een droombeeld, of een fantasie.
Maar de manier van schilderen is heel erg realistisch. Kijk hier maar eens naar de dame die daar naakt ligt. Haar hele proporties zijn goed. De schaduwen, de plasticiteit is heel erg aanwezig. Ook in de tijgers zijn heel realistisch geschilderd. En de vis waaruit die tijgers komen, zijn allemaal heel erg realistisch geschilderd. En dat maakt het beeld van die droomwereld nog harder, nog vreemder. Hier zie je dat ook in het schilderij van Magritte de Doorboorde Tijd. We herkennen alles wat er staat, alleen hier haalt hij ook een paar trucjes uit, want een aantal dingen kloppen niet helemaal. Je ziet een locomotief uit de schoorsteen komen. De rook van de locomotief verdwijnt in het rookkanaal van de schoorsteen. Maar als je goed kijkt naar de spiegel, dan zie je dat er iets niet klopt. Zo zie je dat bij de rechterkandelaar de reflectie is verdwenen. Nou, dit schilderij van Magritte was eigenlijk bedoeld voor een hele rijke verzamelaar, Edward James. En Magritte zag dit schilderij het liefst onderaan de trap hangen van zijn woning. Want dan zou de locomotief de voorbijgangers doorboren, zo vond hij. Dat is er helaas nooit van gekomen. Meneer James gaf het schilderij een ander plekje. En het automatisch schrijven, daar hebben we het al over gehad. Hier zie je een ander schilderij van Miró, Het Bebouwde Veld, uit 1924. Miró hield zich in zijn schilderkunst heel erg bezig met het vanuit je onderbewuste figuurtjes op een doek schilderen. En wij doen dat ook als we dus vaak in een saaie vergadering zitten en met onze pen op papier allerlei krabbels gaan tekenen. Een heel mooi voorbeeld daarvan zie je in dit werk van Pieter Auborg, vader en zoon uit 1950. Dit is een krabbeltje van hem geweest op een stuk papier. Het is ook een tekening, geen schilderij. En daar heeft hij verder niks mee gedaan. Hij heeft het alleen een titel gegeven, vader en zoon. Maar dit is vanuit zijn onderbewuste op het papier terechtgekomen. Hij heeft verder nergens bij nagedacht. Over dat automatisch schilderen laat ik je een heel klein stukje zien uit Avro's Beeldenstorm, waarbij Henk van Os een stukje vertelt aan de hand van het werk van diezelfde Pieter Auborg. En moet u nou eens horen, als u nou zelf bij de telefoon zit en u hebt een vervelende oom aan de telefoon en die man die praat altijd veel te lang en u zit ondertussen op zo'n briefje bij de telefoon, zit u wat krabbeltjes te maken. En uit die krabbeltjes ontstaan vormen. En uit die vormen ontstaan associaties. Dan denkt hij, oh ja, dat lijkt daarop. En zo ben je bij bezig terwijl die vervelende oom doorpraat en je niet hoeft te luisteren. Nou, wat u daar doet, dat is een procedé wat in het surrealisme, in een kunstrichting waarin het onbewuste, als het ware de bron van kunst, werd geacht, gangbaar werd, wat ontwikkeld werd, waarover men nadacht. En Auborg is zo'n kunstenaar. Auborg is zo'n kunstenaar die probeert om ongecontroleerd door reden, door de behoefte om iets af te beelden, iets wat binnenin je zit, naar boven te brengen. Hij beeldt niet iets af, hij maakt iets zichtbaar van een onbewust reservoir wat we allemaal hebben, waar je ook een appel op kunt doen. En als wij zoiets zien, dan is de slechtste reactie, waar lijkt dat op? Of waarom kan ik niet precies zien wat het voorstelt? Want wat je dan overkomt, dat zijn een aantal belevenissen. Je ervaart associaties. Je gedachten gaan hierin en gaan daarheen. En dan gaan sommige beschouwers, misschien u ook wel, zich onzeker voelen. Wat hoort het nou echt te zijn? Dat hoort het te zijn. Dat u associeert, dat u in actie wordt gebracht, dat u innerlijk in beweging komt en door die associaties dingen herkent die heel erg essentieel zijn. Dingen die te maken hebben met de basis van ons bestaan. Goed, automatisch schrijven dus. Dan gaan we naar het volgende kenmerk van het surrealisme. Erotiek speelt ook een hele belangrijke rol binnen het surrealisme. Hier zie je een schilderij van Magritte, het heet De Verkrachting uit 1945. En goed, natuurlijk, je ziet een naakt vrouwenlichaam als weergegeven als het gezicht van een vrouw. En Magritte maakt het schilderij nadat hij terugdenkt aan de dood van zijn moeder. Zijn moeder verdrinkt in een rivier en zij wordt naakt gevonden.
waarbij alleen haar jurk om haar hoofd zit. Dus haar hoofd is niet meer zichtbaar, alleen haar naakte lichaam. Margriet verbeeldt dat op deze manier in dat schilderij. Ja. Nu misschien is heel vreemd, want waarom haal ik dan dit beeldhouwwerk aan van Dalí, de kreefttelefoon? Wat heeft het met erotiek te maken, zou je zeggen? Maar deze telefoon is gewoon bruikbaar. En als je de telefoon op zou nemen, en dan bevindt jouw mond zich daar waar het geslachtsorgaan zit van de kreeft. En ook dit is zo'n verwijzing naar erotiek. En dat erotiek zo'n belangrijke rol speelde voor de surrealisten had ook te maken met de contacten met Sigmund Freud, die ook erotiek in zijn psychoanalyses een hele grote rol gaf. Als laatste wil ik afsluiten met een stukje van een tekenfilm van Salvador Dalí. En Dalí wordt op een gegeven moment een beetje verbannen uit die groep surrealisten. En Breton die heeft een anagram bedacht voor Salvador Dalí. En hij noemt hem dan Avida Dollars. Wat betekent begeerig naar dollars. En het is een anagram, want je kunt van de letters met Avida Dollars zijn naam vormen. Salvador Dalí. En hij gaat dat ook als een gimmick gebruiken. Hij vindt dat wel grappig. Maar Salvador Dalí wordt ook een beetje verweten dat hij erg commercieel denkt. Want Dalí werkt bijvoorbeeld ook met Hitchcock en met modeontwerpers. En heeft zelfs gewerkt met Walt Disney. En ik wil jullie een stukje laten zien uit een tekenfilm die hij dus gemaakt heeft met Walt Disney. Hij heet Destino. En in die tekenfilm zie je heel erg goed het surrealisme terug. Op een hele bijna speelse tekenfilmachtige manier. Want je herkent ook zeker in de kleurstellingen het werk van Walt Disney terug. Een klein stukje. Als je heel goed gekeken hebt, dan zie je heel veel kenmerken terug van het werk van Dalí.
De verlaten landschappen, de enorme lange slagschaduwen. En dat allemaal afgezien natuurlijk van die droomwereld die er gecreëerd wordt. Het filmpje heet Destino en kun je heel makkelijk terugvinden op YouTube. En ik heb je nu maar een minuutje of drie laten zien. Het hele werk duurt, ik geloof, 7 of 8 minuutjes. Zoek hem zelf maar eens terug. Tot zover het surrealisme.